Even mijn lelijke shirts aantrekken. Ja, ik heb ook mijn paarse shirt. Nou, succes, nog hier. Ja. Wat? Nee! Oh? Hoe mis ik die dan? Ongelooflijk. Nou, nu dan. Oh. Niks aan de hand. Oh jezus, wie loopt er mee? Nee, waarom is het nou Kovacic? Elke andere normale speler is eraan. Oh jezus, ben ik aan het doen. Oh nee, ik moest doorlopen. Ja, dat is een goal. Ja. Ik geef de schuld aan de tv. De tv is te groot. Nee, joh. Wat ben ik aan het doen? Kom op, hè, Traoré. Kom, Neres. James. Vinicius, kom op. Ja, fucking hell. Kom nou, Kudus. Ja, scheidsie. Joh. Even een minuutje doorgaan. Lekker Traoré. Concentratie ligt wel een stuk hoger. Oh. Oh, wat is die hier? Oh, wat een lul. Wat een tackle nog. Ik dacht dat ik hem daar had. Oh, ik ook. Oh, wat doe ik? Nou. Nee, James! Eén lucky goaltje erbij. Top. Nee. Tuurlijk niet. Oh, dat was wel heel lucky geweest. Let's go. Goh. Om het schieten. Nee. Doe maar bij me zo. Ga je. Traoré. Ja. 5-2, een beetje geflatteerd, maar het was wel echt een hele goede wedstrijd. Het begint een beetje slecht uit. Ja, bij die 3-2, ja, je had die derde met Ziyech. Ja, ik telde hem al. Ik dacht, nou, hij schiet zo binnen. Ik telde hem ook al. Maar, die overwinning, deze
Ja, ik heb het moeilijk gehad hoor. Ja, het was niet eenzijdig zoals ik had verwacht. Maar op zich tevreden niet zo erg met de uitslag. Ja, er zat denk ik 1 of 2 lucky goals voor mij bij. Ja, je hebt net dat geluk met Sierg net niet gehad. Overwinning was wel terecht, maar 5-2 inderdaad gehad. Overwinning was terecht. Dus ik kan er niks over doen. Nou, veel succes nog. Ja, dankjewel.